Hallo mensen van Buitentown, ik ben Rico Servant Gameplay. Vandaag gaan we kijken naar de intocht van Sinterklaas. Wat gaat er allemaal gebeuren? Waar is de beveiliging? Gaat het allemaal wel goed? Willen we deze mannen wel in Nederland hebben? Dat zien jullie na de intro. Kijk mensen, dat kleine kindje op die boot, die komt terug uit Spanje. Die is net een jaartje geweest volgens mij. Dat is voor de rest niet met de kinderen op de boot. De vangst in Spanje was 2. Ja, 2 stoute kinderen vorig jaar. Vorig jaar was een goed jaar. En we hebben ook een oude vrouw meegenomen. Ik weet niet wat die heeft gedaan, maar zo. Ik zie eigenlijk nooit oude Piet. Wat gebeurt als Piet oud wordt, maak je hem dan gewoon dood? Of ze mij dood maken? Als ze oud zijn, want ik zie nooit oude Pieten. Nee, maar normaal gesproken gaan we met pensioen. Ik wil graag snoep alsjeblieft. Wil jij snoep? Ja. Een hartje. Weet je wat je bent? Staat erop. Staat erop. Een baby. Oh, nou, hey. Thanks. Baby. Troep in mijn mond. Ja, dat is niet. Goedendag Sinterklaas. Goeiedag, jongeman. Ik wil graag een vraag stellen voor het internet. Voor het internet? Nou, stel maar. Heeft u ook Twitter? Of ik Twitter heb? Wat is dat? Instagram? Nou, Sinterklaas moet het toch weten voor de kinderen. Ik heb wel e-mail, heb ik. Wat is die e-mail? E-mail, dan schrijf je dat en dan druk je op een knopje. En wat is uw e-mail? Mijn e-mail, sinterklaas.spanje.nl. Kan ik nog Zwarte Piet worden dan? Denk het wel. Nee, ik denk het niet. Nee, als ik daar naar kijk, dan wordt het zo... Weer racisme merk ik hier hoor. Het is wel racistisch eigenlijk. Zo moet het voor mij niet meer, ik ga wel lekker Blanke Piet worden ergens. Ja, oké, nou veel zin. Verdomme. Allemaal racist, zo met Zwarte Piet. Wat nee man, dat is al jaren zo, Zwarte Piet. Zwarte Piet is al jaren racistisch. Nee, die moet gewoon blijven en niet lullen. Hij moet gewoon niet zo racistisch doen, dan mag je blijven. Nee, het is Zwarte Piet, is Zwarte Piet, klaar uit. Ja, precies, racisme is gewoon racisme, moet je niks aan veranderen. Prachtig! Ja, hartstikke leuk. Je zit in Klaas boek gestolen. Ja. Zeg hoor, ik heb net nog gesproken. Oh, goedendag Piet. Hallo. Goeiedag. Ik mag jullie sinds net niet meer. Wat dan niet? Nou, ik voelde het net als van Piet, mag ik Piet worden, zei hij. Ah, je bent blank, mag niet. Oh, maar dit heb ik niet gezegd hoor. Ik mag wel gewoon Piet worden. Voor mij mag je alles. Dat begin ik weer rare dingen in mijn hoofd te krijgen. Moet je niet zeggen tegen 18-jarige jongen. Dat maak je er allemaal zelf van, jongen. Ja. Ik bedoel gewoon snoep. Oh. Alsjeblieft. Had het gezegd, joh. Had het gezegd. Nou, veel plezier nog, hè. Dank je. Mensen, dit is de outro bij een auto. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet niet te liken als je het leuk vond. Tot de volgende aflevering van Rico's Avonturen. Bedankt voor het kijken. Doei! Yeah.